Janice Blok staat voor een uitdaging nadat ze onlangs een nieuw huis heeft gekocht en nu geconfronteerd wordt met de resultaten van de bouwkundige keuring. Op haar Instagram-verhaal deelde ze haar ongemak over de onverwachte kosten die gepaard gaan met het opknappen van haar nieuwe woning. In haar uitleg benadrukt Janice de complexiteit van een bouwkundige keuring voor een oud en gedateerd huis. Ze legt uit dat de inspectie gericht is op het ontdekken van verborgen problemen zoals schimmel achter de muren en een vochtige kruipkelder, Zaken die niet van tevoren bekend zijn bij het doen van een bod op het huis. Het financiële aspect van deze onverwachte onthullingen valt haar zwaar, en ze geeft aan dat het haar toch best wel wat centjes gaat kosten. Op latere momenten in haar Instagram-verhaal deelt Janice haar verbazing over de offertes die ze ontvangt voor de noodzakelijke verbouwingen. Ze uit haar schrik over de snel oplopende kosten en grapt zelfs dat ze een jaar lang niet meer zal kunnen eten. Deze onverwachte financiële lasten vormen een extra uitdaging voor Janice, die eerder bekendheid verwierf als de ex-partner van Donnie Rulfink. Haar ervaringen met de renovatie van haar nieuwe huis werpen een realistisch licht op de financiële aspecten van het kopen en opknappen van onroerend goed.